Medewerkers van de SWAP-unit en BOG-hotline zijn in actie. De werknemers legden vanmorgen het werk neer omdat hun salarissen nog niet zijn uitbetaald. Bij het nemen van polshoogte door onze redactie vertelde Rahid Isaac, medewerker van de SWAP-unit, dat de afdeling voor nu geen SWAP-testen uitvoert. We zijn in sit-down actie omdat het personeel nog niet betaald is. Ze hebben een werkvergoeding die gaat over de maand augustus. In het verleden was het eindelijk, hebben we dit probleem bijna elke maand. De afgelopen 2-3 maanden is het zo van dat we uitbetaald worden door het ministerie van Volksgezondheid. Daarvoor was het zo van dat het BOG ons uitbetaalde. Toen kregen we onze middelen op tijd. Maar sinds Volksgezondheid dat overgenomen heeft, duurt het wel even voordat we kunnen beschikken over onze gelden. In het verleden was het zo van dat de maand op de 15e werd afgesloten. Dus van de 15e van de vorige maand tot de 15e van deze maand, om het zo te zeggen. En dan werd door eind van de maand uitbetaald. Sinds vorige maand is dat gewijzigd, waarbij er aangegeven is van dat ze dan nu met vertraging van een maand zullen uitbetalen. Dus de gelden van 16 augustus tot en met 31 augustus moeten dan uitbetaald worden. Zouden nu eigenlijk onze rekening moeten staan, maar dat is nog niet het geval. En vandaar dat het personeel besloten heeft om in sit-down actie te gaan. Isaac zegt verder dat het personeel het niet kan toelaten dat zij niet worden betaald. Bij de SWAP-unit werken er 18 mensen, waarvan de meeste studenten zijn. Medewerker van de BOG-hotline, Samantha Metz, bevestigde tegenover ons dat ook deze afdeling niet werkt. En we zijn over de maand augustus ook nog niet betaald. Dus dat is een van de redenen waarom we een sit-down actie hebben. En u begrijpt, we hebben ook inkomsten nodig om te voorzien voor onze lasten. En dat is een beetje lastig om steeds bij elke maand achter te zijn met de betalingen. En het vervelende van alles, je werkt zo hard en dan moet je elke maand de maand daarop betaald worden. Dus niet dezelfde maand, maar de maand daarop. Dus daar kunt u best wel voorstellen dat het helemaal niet klopt. Het is een achterstand van augustus dat betaald moet worden. Dus dan kunt u best wel begrijpen dat we september nog niet eens hebben uitbetaald en we zijn al in 1 september. Dus dan kunt u best wel voorstellen dat er een maandje achter is van betaling. Met zegt dat het heel lastig is dat medewerkers gebrekkig worden uitbetaald. Ze zegt dat de actie doorgaat totdat er een reactie van de belanghebbende autoriteiten komt. Er is volgens de medewerkers nog geen reactie vanuit het ministerie van Volksgezondheid gekomen op de werkneerlegging. Metz en Isaac zeggen te hopen dat de betalingen spoedig in orde worden gemaakt.